Oh, kat in het bakkie. Oh, en ik ben leeg. Ik heb mijn kruid verschoten. Even goed opletten welke prop ik pak. Jeetje, kijk eens! Dat is de eerste. Numero uno. Blijven. Goed gedaan, mannetje. Ja. En die ouwe heeft vandaag huisarrest. Want die jonge hond, ik krijg van mijn trainster op mijn donder. Dat die jonge hond alles afkijkt van die ouwe en zichzelf niet ontwikkelt. Dus daarom gooi ik die ouwe nou vast. En komen duiven. Oh, en een hele koppel ganzen. Ze zitten te hoog. Ik verwacht eigenlijk brandjes. Ik twijfel. Maar ze gaan door. Geeft niks. Ik heb genoeg ganzen. Ik wil vandaag duiven. En ik heb mijn antieke voorlader meegenomen. Daar heb ik vroeger 10 jaar lang exclusief mee gejaagd. En ik denk ik haal het oude paard nog weer eens van stal. Dus vandaag schieten we met bismut. Staal mag en bismut mag, maar lood mag niet. Vroeger schoot je lood hiermee. Ik ben hier ook Nederlands kampioen mee geweest een jaar. Dat zijn postduiven. Nou, duif is bijna 2 keer zo groot. En is blauw-grijs. En een postduif is divers gekleurd. Maar het hele vliegbeeld, als je een beetje buiten komt, zie je dat verschil. De masten lopen, dat zie je aan die kringeltjes. Ze konden vroeger geen stalen buis maken. En dan vlochten ze strengen met gloeiend ijzer om een doorn heen. Om een mal. En dan kwam er. En je mag je voorstellen, tegenwoordig is dit allemaal machinewerk natuurlijk. Maar vroeger was dit echt gegraveerd. De terugslag komt een sluitplaatje wel eens iets los. Deze zit nog perfect op zijn plek. Op het eerste schot doe ik 1 sluitplaatje. En op het tweede schot doe ik 2 sluitplaatjes. Om hem lekker op zijn plek te houden. Dat is een houtduif. Ik ga de deur dicht doen. Want dan zien ze hem niet zitten, die ettenbak. Dat is een postduif. Hij wordt helemaal gek, hè? De veren in zijn baard. Het lijkt zijn baas wel als hij zit eten. Hefkok. Zo gaat hij niet af. Uit 2 standen. Hefkok, dat was vroeger de veiligheid. Als ik nu in de trekker trek, dan doet hij het niet. Als ik ernaar wil schieten, moet ik hem eerst nog een keer doorspannen. En dan pas is hij klaar om te schieten. Als je elke dag jaagt zoals ik, dan denk ik dat die hitte er wel af gaat. Want zolang als je nog vlees in de koeling hebt, de natuur zou zeggen, een leeuw gaat niet jagen als hij nog een heel hert hebt leggen. Nou, dat heb ik ook. Hebben. Kijk, en dat slaghoedje dat spettert. Maar die haan is zo gevormd, dat als je die hem overhaalt, houdt hij dat slaghoedje op de slagpen. Dat gas kan er aan de voorkant uit en niet aan de achterkant. Dus je krijgt niks in je ogen. Die oude gekken, die waren zo stom nog niet. Nou loopt dit pijpje, loopt vol. Dat is precies mijn maat. En dat dump ik in de ene loop en in de andere loop. Waarvan zijn die proppen gemaakt? Dit is nog echt vilt. Vilt te proppen. Paardenhaar of zo. Kijk, nou is hij er. Nou gaan we hagel dumpen. Een knijpflesje met de juiste hoeveelheid hagel op de ene loop. En op de andere loop
En nou nog een sluitplaatje. Die de hagel op zijn plek houdt. Nou nog een nieuw slaghoedje. Hij staat nou hefkok. Hij kan nou niet afgaan. Je kan hem er ook op laten rusten. Maar als hij dan de hamer heftig aanraakt of hij stoot, dan kan het schot afgaan. Nu niet. Ik neem nog een bakje hoor. Als ik jaag, heet mijn patronen Black Gold. Maar dit is ook Black Gold, hè. Koffie en stroopwafels, dat is mijn ontbijt. Goed zo, Oelossie. Je moet er niet zo op kouwen. Nou, ja, ja, ik moet eerst mijn werk afmaken. Ik heb een duif die de geest aan het geven is. En daar besteed ik mijn aandacht aan. Ik kan hem nou wel aan de kant leggen, levend. Maar dat is niet de bedoeling. Kijk, nou geeft hij de geest. De oude geweer doet het nog goed, hè? Hey. Drie schoten, drie duiven. En wat vind je van het geweer? I am the gun. Te schieten. Blijven! 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 Vol mis! Hey! Dat was de eerste mis. Hey, de blowjob. Snap je waarvoor die is? Zodat het zundgat vrij is. Kijk, daar komt u weer een. Oh, kat in het bakkie. Oh, en ik ben leeg. Ik heb mijn kruid verschoten. Even goed opletten welke prop ik pak. Jeetje, kijk eens. Een katje. Dit geloof je niet. Nou, dit is een tantaluskwelling. Ken je tantalus? Ken je de tantaluskwelling? Tantalus was een Griekse god. En Zeus was nogal een chagrijnig type. En die gaf hem een straf. Hij stond tot aan zijn middel in het water. En boven hem hing allemaal lekker eten, fruit en vlees. En het water was wijn. En als hij bukte om van het water te drinken, dan zakte het water weg. En als hij zijn handen uitstak naar het fruit, dan verdween het fruit. Een tantaluskwelling. 2. Nou, laat die duiven dat nou nog eens een keer doen. Had die laatste duif mis, dat was erg dom. Want die was heel dichtbij. En ik denk, ik wacht even. En net op het moment dat ik schiet, ziet hij me en maakt hij een wending. Bingo, kom binnen. Zo. Ik heb wat metaal. Je zag toen het geweer was afgevuurd dat ik blaas aan het eind van de loop. De Engelsman noemt dat een blowjob. Hé, hey, dat is ervoor dat ik zeker weet dat de doorgang vrij is en dat er geen obstructie in mijn kanaal zit, vuurkanaal zit. In het Nederlands heet dat pijpen. Dit zijn pijpen. Ik heb sterk de verbeelding dat dat komt uit de tijd van deze geweren vandaan, nadat wij er later een grapje van gemaakt hebben. Blowjob. En het Nederlands pijpen. Ik weet niet of dit in de film moet. Ze zagen me. De zon staat erop, hè? Daar nog een.
kloten. Nou, dat wordt nazoeken. Apport! Apport! Ja! Kom! Kom hier! Hey, ik ben hier! Ja, goed zo, Lucy! Kijk, en daar heb je nou een hond voor, hè? Ik schiet een duif. Die krijgt hagel. En die vliegt nog 100 meter verder. In de maïs. Nou, daar ben je zelf een half uur of drie kwartier mee bezig voordat je die hebt. Het meer, meer, meer. Nou, ik heb daar geen behoefte aan. Ik heb zat. Ik zit nou te denken. Ik word 67. Ik ben over een paar maanden. Ik wil eigenlijk minder, minder, minder. Maar moet nog even opletten hoe ik dat doe. Hij draait. Dat is nog weer een klassieke misser. Ik denk dat ik een vos ben of zo. Gewoon een beetje tussen de regels door. Een vos maakt wel tableau. Het is ook vrij natuurlijk om zoveel mogelijk te vangen en te schieten. De wolf maakt ook veel meer dood. Als dat hij nodig heeft. Dat doet de vos ook. En dat doet de mens ook. Hey, maar dat komt omdat de natuur in je rekent op een strenge winter of zo. Je kunt het nu pakken. En je weet niet wat je morgen kan pakken. Daarom maken jagers tableau. Daarom maken wolven meer schapen dood dan dat ze nodig hebben. Het instinct is, jeetje, wat een rijkdom. We pakken dit even. Weet je? Dat is bij je baas ook. Als je zegt, je werkt voor een tientje, zeg je, nou fijn, dankjewel. Maar als je zegt, of heb je liever twee tientjes? Dan zeg je, ja, doe maar die twee tientjes. Nou, dat doet die wolf en die vos ook. En dat doen wij mensen ook. Oh, een eend. Had ook leuk geweest. We zitten te veel te lullen. Want ze lachen ons uit. Oeh, die kwamen van achteren. Die hebben ons allemaal gezien. God, wat een mooi wild, hè. En er is zoveel van, jongen. Het feit dat we die duiven schieten op die tarwe is omdat die tarwe is voor eigen gebruik. Dit is een hoekje van een kwart hectare. En daar moeten allerlei dingen van gemaakt worden. Zoals brood en deeg en weet ik veel wat allemaal. En daarom houden wij die duiven eruit. Dit is een project van doe-het-zelfers. Maar ja, er viel een hoop duiven in. Hey, Dort, wil jij die duiven even schuw maken? Ja, dat wil ik graag. Dus nou, die duiven die ons nou gezien hebben, ja, die durven niet meer terug te komen. En de duiven die we hebben, vreten we lekker op. Ik ben een eetjager. Ik gun mijn tableau aan mijn jagers. Aan mijn vrienden. Jack is een koning. En dit is een prins. Ja. Jack is een veel rustiger karakter. En Bingo zit hoger in het bloed. Is heftiger. Het heeft een voordeel, maar het heeft ook een nadeel. Het voordeel is, hij ziet alles, maar het nadeel is, zijn snelheid is zo hoog, hij loopt het apport vaak gewoon voorbij. Hij is te, maar dat moet ervaring gaan doen, hè. Ze zijn allebei geboren in maart, begin maart, en ik vind een hond in het voorjaar belangrijk. Want dan heb je je puppy de hele zomer met relatief weinig jacht, de jacht begint bij mij pas in het najaar, om hem te trainen, te wennen aan water. En je moet nooit een hond nemen in de winter. Dat is gewoon een rotseizoen om een hond te nemen. Kijk, nou zitten die huidhuiven daar. Die zitten ons gewoon uit te lachen. Het is grappig, want elk mens ja, kan zelf denken, weet je wel. Maar toch is het je natuur om maar te blijven verzamelen. Er zijn mensen die bezitten miljoenen. Er zijn mensen die bezitten zo verschrikkelijk veel. Ja, maar dan denk ik, word je daar nou oprecht blij van? Nog een keer? Ik denk dat ik mijn meeste kruid wel verschoten heb.
Letterlijk. En figuurlijk. Ik was er niet bij. Oh, het is een verkeerde. Ja. Het is een holenduif. Dat mag ook niet. Daar moet je ook op letten. Ik zag het aan de vleugelslag. Maar de buit is binnen. Zie je nou eens mijn scherpte eraf. Ik heb mijn limit. Ik moet voor 3 personen zorgen. Ieder 2 duiven. En dan heb je lekker te eten. Ja, nou is de scherpte eraf. Nou, dit noemen we tableau leggen. Er zijn jagers die zijn daar echt verzot op. Ik heb daar weinig mee. Mijn tableaus zien er over het algemeen rommelig uit. Ik vind dat je respect moet hebben als het wild nog leeft. Ja, je moet ook respect hebben voor het wild als het dood is. Maar ik vind het veel belangrijker om voor het levende wild respect te hebben als voor het dode wild. Voor het vlees is het belangrijk dat je er niet mee loopt te gooien en te slepen en zo snel mogelijk schoonmaakt. Weet je wel? Ik vind dit genoeg. Wat dacht je daarvan? Mooi schietwerk. Ik heb 7 duiven. 7 duiven met 10 schoten. Met de oude voorlader. Hè? Nou, dat is wat hoor. Hoe groot moet je zijn voordat je iets bent? Dit is een boom. Hé? En dat ook. En dat ook. Hoeveel moet je hebben voordat je gelukkig bent? Hè? Hier word ik gelukkig van. Kijk, hier word ik gelukkig van. Ja, lekkere mannen. Nee, standaard. Een standaard is niet echt wat voor mij, nee. Ik vind dat ongemakkelijk. Bewaar je uniekiteit, bewaar jezelf. Kijk uit voor de standaard en het volgen van de grote kudde. Denk out of the box. Eduard Jagen en Vissen, why donate? Help me, ondersteun me. Het gaat weer goed op het ogenblik. Ik word hier helemaal gelukkig van. Zit mijn haar netjes. Even denken. Ja.